dan nu. Het is een coverband die zichzelf online omschrijft. En Anita, luisteren, de koffie. Ja. Als vier kleine jochies in goddelijke muzikantenlichamen. Oh, zo, zeg dat wel. Ja. En pakken ook. Ja. En wij dachten, ja, die moeten we in huis hebben natuurlijk. Dat kan niet anders. En daarom hier aan tafel Rudy Makai. Hij is een van die vier kleine jochies van de Mirakelse TV Tunes coverband. Klopt, helemaal. En klopt de omschrijving ook, Anita? Helemaal. Ja? Ja, ik ben verloren. Nou, Anita, ze hebben nog niet eens gespeeld. Wij stonden net al aan de bar, stonden we daar al te zeggen dat jij er zo mooi uitziet. Het is echt, het is geen grapje. Nee, zo weet ik toch geen grapjes. En de outfit, bedankt. Die heb je alvast in je zak. Even de outfits, hè. Testbeeld pakken hier gewoon in viervoud. Ja, prachtig. Ja, het is natuurlijk allemaal om die goddelijke lichamen een beetje te bedekken. Want ja, je weet nooit dat wat is zo, kan dat gebeuren is, bij vrouwen. Je moet natuurlijk iets eraan overlaten. Absoluut. Nee, dat is goed in de radio. Want je wordt gek als je vier van die mannen op een rij ziet. Je hebt ook een bekende radiostem. Waar kennen mensen je van? Nu van Radio 6 doe ik heel veel. Veel dus, met muziek? Ja, ook van alles met muziek en heel veel met Soul radio. Radio 6, vroeger 3FM gedaan. Dus dat... Allemaal leuke dingen doen. En nu dus samen met de drie andere heren die hier ook zitten, de Mirakelse TV Tunes coverband. En we gaan het zo horen, maar vertel eens even, waar is dat idee ontstaan? Dat is op een dronken avond op een feestje gebeurd, zoals ja, dit soort dingen beginnen. En toen begonnen we ineens op de een of andere gekke manier TV Tunes te zingen. En er was één jongen bij en die programmeerde festivals, een goede vriend van ons. En die zei, als jullie hier een band van maken, dan boek ik jullie. Nou, en hier, doorbraak op benen. Dus was het echt een geintje. Dat is nu 2 jaar terug of zo, zoiets. Twee, drie jaar terug. En het was zo leuk op dat festival. Mensen vonden het zo tof dat wij dachten, hier gaan we gewoon mee door. En dus nu zijn we overal in theaters en bedrijfsfeestjes. Gaaf zeg. Thuis. Leuk. Wat een biertje al niet kan uitrichten. Leuk hè? Ja. En wat is je eigen favoriete tv-tune? Er zijn een heleboel goede tunes. Pieter Post vind ik wel heel mooi. Oh, maar dat is leuk. Ja, dit is Pieter echt heel... Pieter Post, Pieter Post. Met zijn poesvriend de kost. Beetje dubieus, maar lekker praat. Ja. Maar Dommel vind ik de allerleukste. Wat is dat? Dommel. Je kent Dommel toch wel? Dommel? Die witte hond, toch? Ja. Kijk, daar heb je Sema. Dat gaan we voor jou. Zullen we straks doen? Ja. Ja, okay. Ken ik niet hoor. Wij improviseren meestal alles aan elkaar. Dus, ja, ik ga het een keer. Van Memories. Ja, dat is Memories natuurlijk. Maar Memories. Hebben jullie die ook? Belle Sebastian. Hoe ging die van Memories dan? Ja, we hebben er zoveel gehad inmiddels. We bestaan natuurlijk al 17 jaar. Nu is het iets met dance, geloof ik. Nou, een beetje een hippe en dan... is een beetje hip, ja. Hip, maar je leuk. Had ook eentje met jij en ik of zo, toch? Ja, dat is speciaal geschreven destijds. Is dat zo? Ja. Jij en ik nog één keer samen, tegen beter weten in. Niet om lang te laten duren, maar omdat ik je bemin. Nou, de ruimte minstens wel, ik weet niet meer. Ergens maar zit ook er gewoon, niet echt logisch ja, in. Doen we ook. Maar goed, maar het is wel belangrijk, hè, een tv-tune voor een programma. Ik bedoel, Pieter Post, dit kan je nog steeds weer terughalen. Ja. Is dat ook de kracht van jullie concept? Nou ja, want we spelen wel eens op feestjes waar mensen ook geen band verwachten. En dan zien ze ons opbouwen en dan denken ze, wat gaan we nou krijgen? Ik heb helemaal geen zin in een live band. Gadverdamme, een band. Precies, gadver. En dan zetten we het eerste liedje in. Tu-du-du-diep, tu-du-du-du. En dan gaat de zaal automatisch. Hallo vriendjes. En dan zie iedereen kijken van, oh, wat is dit leuk. Doe dit ook een quiz? En we doen quizjes. Oh, we hebben echt allerlei concepten en leuke pubquizzen doen we. En grapjes tussendoor en humor om te lachen en alles. Ja. Maar goed, dat is een geheime formule of zo. Want je hoort het, je hoeft maar even alleen die twee zinnen en dan weet iedereen het. Wat is de kracht van het tv-tune? Herhaling, denk ik. Nee, het is twee dingen. Want het moet gewoon, de compositie moet een beetje leuk zijn. De tekst moet makkelijk zijn. En herhaling is de aller grootste factor, denk ik. Als je iets vaker hoort, dan blijft het in je hoofd zitten. Er zijn dingen die, als ik nu een zin begin, die je automatisch afmaakt. Maar mag ons even een vraag stellen? Ja, want tuurlijk. Ik kan me voorstellen, als je daarmee bezig bent, dat je denkt van, oh, dat je zelf wel de neiging hebt, ik wil ook zelf zo'n tune ontwerpen en uitvoeren. Is dat niet heel erg frustrerend om dat alleen maar van anderen te doen? Stiekem verzinnen we gewoon zelf wel eens wat. Of verbeteren? En we sowieso verbeteren we elke tune, want hallo, wij doen het gewoon beter dan het origineel. Ja, dan snap je wat ik bedoel, dat je denkt, oh, dat is een goed idee voor iets. Ik zie nu dit programma, dat past eigenlijk dit veel beter bij. Ja, het is grappig. Ik ben sinds een tijdje een bedrijf begonnen waarbij ik precies dat doe. Dus dan ga ik tv-tunes maken ook. Dus goede vraag. Dus, ja. Gewoon van je hobby hier werkt. Jullie gaan natuurlijk nu wat spelen, hè? Ja. Dat kan niet anders. Ja, we gaan nog een paar doen zelfs. Oké. Ja,
Misschien geen aankondiging nodig. Nee, misschien moet je gewoon beginnen. Ik denk dat we gewoon gaan. En dan moeten we het raden of zo? Ja, of zit er nog een principe achter? Moet het publiek raden? Moet ze meezingen? Nou, wat is het idee? Wij spelen in het publiek heel vaak gratis en het is gratis. En dan hebben we fantastische spelletjes, zoals een salmiak lolly, ik noem maar iets. Ja, ja. Maar dan is misschien nu de opdracht. Op de vrijdagmiddag doen we wat anders. Vind je niet als prijs? Bier, is er bier? Ja, ja, er is bier, zeg hallo. Nou, voor de winnaars is er bier. En dan, we spelen 4 tunes, geloof ik. Kijk even. Ja, we verzinnen wel iets. Ja. En als het echt een daverend succes is, gaan we gewoon door tot 6:30 met de tunes. Doen we. Ik zou zeggen... Raad een plaat. En dus, jullie gaan een tune spelen en dan raad... Gratis. En het is gratis. Dus aan jullie de vraag welke tunes hebben gespeeld. Ja, en het publiek, hè, hier. Ik verwacht wat van jullie, jongens. Niet te verlegen. Oké, daar gaan ze. Mag ik een applaus voor de Miracles van TV Tunes Coverband? We used to rely. Lucky there's a Family Guy. Lucky there's a man who positively can do all the things that makes us laugh and cry. He's a Family Guy. The whole universe was in a hot, dead state, and nearly 14 million years ago expansion started. Wait! The Earth began to cool, the Albatross began to drool, the Amatons developed tools, we built a wall, we built the pyramids, math, science, history, a revel in a mystery, it all started with a Big Bang. Dr. Hepusimov, met zijn vriendje Bob, samen gaan ze leven door, maken heel wat voor. Omdat ik je bemin, maar om even weer te voelen hoe het was toen het begon. En misschien het woord te vinden dat ik toen niet zeggen kon. Lekker, en dan kwam je op en op het publiek te klappen. Applaus! Net als nu! Miracles of TV Tunes Coverband! Wat ontzettend leuk, zeg, is dit. Ik wil toch even weten, wie wist ze allemaal? Bernard Hammelburg. Bernard Hammelburg. Nee. Het was de tweede. De tweede. Weet ik niet. Tweede was het niet. Family Guy? Ja. Die zat bij. Dobbel natuurlijk. Ja, ik heb al 2 biertjes verdiend, jongens. Hoe zit het met die gasten aan de bar daar? Big Bang Theory was nummer 2 inderdaad. Oké, nog even. Big Bang Theory, zie ik niet iedere dag. Rudy? Jullie dus wel. Hartstikke leuk gedaan. Leuk leven. En is dit nu iets waar jullie echt van rond kunnen komen? Of moeten we nog even extra reclame maken hier bij BNU? Nee, help ons zomer door en boek ons overal. Overal, gewoon overal. Oké, dan nog 1 keer een applaus. Nog 1 keer voor de Miracles of TV Tunes Coverband.